Albert. Hij ging die is te goed. Wat vinden we ons? Bij Willys. Waar is dat nummer? 58. Oké, jij doet iets heel bijzonders hier, heb ik vernomen. Ja, voor mij is het inmiddels niet meer zo bijzonder. Ik geef platen weg. Ja, en hoe komt het zo dat dat... Ik ben gek als je platen gaat weggeven. Ja, nou, in het dagelijks leven geef ik computerlessen aan huis. En bij een van die computerlessen is een leerling. En die leerling die... Nou, is helemaal gek van platen. Die heeft een garagebox vol. Die heeft allemaal gedigitaliseerd. En nu zegt ze vrouw, dan mogen we een aantal weg. En het verhaal ging dat ze in eerste instantie naar de kringloop zouden brengen. En daar eigenlijk ook iets voor hoefde te hebben. Maar ik vond het zwaar. Nou ja, of ik dat zou kunnen regelen. En toen heb ik gezegd van nou, als je ze toch weg wilt geven, geef ze dan maar aan mij, dan geef ik ze weg. Want ik had gehoord van value for value en dat wilde ik wel eens uitproberen voor mezelf. Wat dan precies in, waarde voor waarde? Nou, waarde voor waarde, value for value. Het is min of meer bekend geraakt, tenminste voor mij in ieder geval, door Adam Curry. Die heeft een podcast en die vraagt geld, maar die vraagt niet een vast bedrag. Die zegt van, ik lever dit, wat is het je waard en stuur dat maar naar me toe. Dus waarde voor waarde is van, ik lever een dienst, ik vraag daar niets voor. Behalve dan, geef jij maar, mij maar wat jij denkt dat het waard is. Dat is ook een concept wat een paar keer geprobeerd is in, bij restaurants. En daar schijnt het heel goed te gaan. Meestal krijgen mensen het dubbele van wat het eigenlijk waard is. Of wat ze ervoor zouden vragen. Dus daar liep ik al een tijdje mee van, hoe doe ik dat nou? Doe ik dat met mijn computerlessen? En dan merk je toch eigenlijk dat mensen of gewoon helemaal niks geven. Of er gewoon niet mee overweg kunnen. En toen kwamen die platen. En toen dacht ik van, ik ga ze weggeven. En dan zeg ik bij iedereen van, mijn eigen bijdrage is welkom. Daar ben ik trouwens eigenlijk een beetje van afgestapt. Ik geef het nu gewoon weg. Vanaf de vierde plaat is €7,50. Dus voornamelijk om te voorkomen dat een handelaar komt en zegt van nou, hier geef ze weg, geef maar mee. Dan zeg ik van... nou ja goed, dus op die manier geef ik ze nu weg. Dat zie je toch niet meer bij cd's? Nee, want die kan je niet openklappen. Nee, precies. Dan zie je een blinkende schijf. Ja, er zit hier gewoon echt juweeltjes tussen. Open up the door, Mario. Open up the door. I give you another $10 if you open up the door. Baker, Let's Go to Town, The Girls of Amsterdam, Sailor. Ja, dat ligt een ding op hoor, dit. Goed hè? Ja.